Welkom bij een gloednieuwe video van FC IC. Dit is de Ajax Feyenoord wedstrijd, de klassieker in de Eredivisie. Op 12 maart 2017 speelt Ajax tegen Feyenoord in een wedstrijd wat voor hun nog veel belangrijker is dan wij. Want wij staan namelijk hier, kijk daar, 69 op 54. En dat betekent dat wij niet officieel kampioen worden. Dat worden we dan pas een wedstrijd later als alles goed uitpakt. Als in, ja, of we zelf gewoon winnen. Deze wedstrijd dus niet kampioen, maar wel zeker een hele, hele belangrijke. Want als wij verliezen, kan het allemaal helemaal misgaan. Stel je voor, hè, het moraal, het blijft toch Ajax uit. Het is altijd heel erg lastig. En dan, vandaag, op dezelfde aflevering, niet dezelfde week natuurlijk, want het is, dit is de week ervoor. Het maakt ook helemaal niet meer uit natuurlijk. We hebben de volgende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De vorige hebben wij gewonnen met 1-0 uit, 0-1. En deze keer moeten wij dus ons ding doen. Dit is de opstelling van vandaag, die je net zag. Maar er wordt ook een kleine aanpassing nog gemaakt op basis van fitness net voordat de wedstrijd gaat beginnen. Dus we zullen, als we in game zitten, zullen we precies gaan zien wat de opstelling wordt. Als we gaan beginnen, ik heb de tijd van de wedstrijd nog langer gezet. Dus we hebben speciaal een nog langere uitzending bij FC IC vandaag. Een langere aflevering in totaal. En vandaag gaan we dus kijken naar een 13 minuten lange aflevering FC IC. En deze wedstrijd had ik op 12 minuten gezet per helft. Dus ik had heel veel beeldmateriaal en heel veel kansen en heel veel dingen. En ik kon er echt een wedstrijd van maken. Je voelde echt de vorm. Je voelde het creëren. Het was mooi. 22 doelpunten voor Ajax en 65 voor Feyenoord. 22 tegen heeft Ajax ze gehad en wij 65 voor, hard tegen hard. Younes Ziyech op rechts voor, opvallend genoeg. En Eiting kennen wij eigenlijk niet, want dat is eentje die binnengekomen is in de winter hier in deze carrière bij Ajax. En bij ons hebben wij Toornstra rechts voor, dus een andere speler als Ziyech, maar vergelijkbaar ook met niet een echte vleugelspeler op de zijkant. De eerste kans is namelijk voor dezezelfde man rechts voor. Ziyech krijgt hem op Klaas en Vermeer zit er heel goed bij. Slecht uitverdedigd, zorgt ervoor dat er nog een kans wordt gecreëerd voor Gudelje. En Gudelje die is inmiddels natuurlijk weg in het echt, maar hier doet hij nog steeds zijn ding. En kan hij er wel tegen als hij op de bank zit. Hattrick in de vorige wedstrijd, Younes. En 14 doelpunten voor Dirk Kuyt. Corner is voor een Gudelje hier in de 20e minuut. En Ajax die geeft de voorzet heel mooi op Traoré. En Traoré die pakte hem, maar Vermeer pakte hem nog veel mooier. Het was een hele mooie aanval, een mooie bicycle kick. Maar het was niet genoeg. Nog een kans voor Ajax. Ze zijn echt de bovenliggende partij in de eerste helft. Dit is Traoré. Gaat hij schieten? Nee, geeft hem aan Gudelje. Dan komt het de keeper af. En Vermeer opnieuw die pakt hem. Zit er heel goed bij. Lekker Vermeer. Oud Ajax, maar nog steeds de strijder in hem. Die houdt elke bal die hij kan pakken. Hij doet echt heel erg goed. Over het algemeen doen de keepers het in mijn Feyenoord carrière is wat heel goed. Ik weet niet of dat een beetje gelukkig is of niet. Nog een kans. Slecht uitverdedigd. Ziyech kan oppakken. Komt wel maar. Die gaat dan weg. Nee, hij wordt opnieuw opgepakt. En Traoré, die krijgt hem op. Niemand minder dan. Daar aan de zijkant Younes en Van Aanholt. Die zit er heel goed bij. Je ziet daar links boven trouwens ook El Amadi en Gudelje hebben tot nu toe 100% in de passes qua wat er compleet is. Nou, je weet natuurlijk niet precies hoeveel, maar het geeft wel een idee van hoe goed ze het doen. 31e minuut, opnieuw Ajax, Younes! En opnieuw Vermeer met een fantastische redding. En wat is dit nou jongens? Hier moet echt wat aan gedaan worden, sowieso in de tweede helft. Ik ben bang dat het in de eerste helft nog te moeilijk gaat worden om echt uit te breken. Kan dat misschien dan? Dit is dan de 40ste minuut. En eindelijk lijkt het op een kans van Feyenoord te komen. Bergwijn kapt naar binnen met een mooie beweging. En zoekt diepte. En het is diepte die gevonden heeft op Toornstra. Knalt hem op Krul. Maar nee hoor, Tim Krul die kan hem daar heel mooi stoppen. En dat is eigenlijk de enige kans voor Feyenoord geweest. Eigenlijk, dat is de enige kans geweest voor Feyenoord in de eerste helft. De tweede helft dan. Het is Klaassen op Ziyech nog steeds rechts voor. Een beetje een zwakke verdedigende actie van Van Aanholt. En Ziyech kan hierdoor dus gewoon de bal krijgen op Gudelje. Paast maar niemand minder dan Eiting. En ik zeg niemand minder, omdat hem verwacht je niet op die plek. Want op de verdedigende middenveldpositie. Kuyt dan op Sanchez. Sanchez kan hier heel mooi voor het doel krijgen. En die schiet dan op Krul helaas. Maar Klaassen, bijna door de benen heen gespeeld hier. En het is Kenny Tete die ook hier niet zijn ding doet. Het lijkt erop dus dat deze actie funest was voor Sanchez. Want coach ik dus, als in de coach, die zorgt ervoor dat er een ander speler in komt. En het is Pacheco, de links midden. En die gaat ervoor zorgen om wat frisse kracht. En ook een speler te brengen die ze niet zo goed kennen. En dan gebeurt er iets vreselijks voor Ajax. En zelfs Feyenoord gunt dat de Ajax-speler niet. Alhoewel, we kunnen niet ontkennen dat als de captain uitgeschakeld wordt door een blessure, dan is dat natuurlijk wel een morele klap voor Ajax. En hopelijk kunnen wij daar iets mee doen. Want ja, je moet wat doen. Ook als het niet mee zit, moet je als tegenstander erop anticiperen. En anticiperen doen wij niet, maar Ajax wel. En het is Gudelje.
En die legt hem hier heel netjes in het mandje. En dat wordt heel moeilijk, want Ajax leidt de hele wedstrijd al. We hebben nu 2 kansen gehad in totaal. Eentje met Sanchez, inmiddels eruit. Ja, is dat wel een hele goede beslissing geweest? Ga je jezelf nu afvragen. Maar het is niet Sanchez, maar El Amari die hier het kopduel mist met Kudelje. En hij is degene die er voor gaat zorgen dat hij die bal gewoon ja, prachtig erin kopt. Nick Viergever komt erin voor Mitchell Dijks in de 75ste minuut zo ongeveer. En wij gaan 2 jongens erin brengen. Matthijs de Ligt om een beetje rivaliteit erin te brengen. Maar ook Kramer komt erin om een reactie te forceren en iets anders te creëren. We moeten iets. Kudelje, die doet opnieuw een hele mooie paas op TT. En Vermeer houdt ons nog in de wedstrijd. Het is 77ste minuut en het had zo 2-0 kunnen worden. Was het allemaal over. Maar Vermeer die doet weer zijn ding. Kijk nou, net het tikje van zijn hand is genoeg. En naast dat het gewoon een heel mooi shot is daar, is het ook nog eens een hele mooie actie. Dit moet hem worden. 87ste minuut. Bergwijn op Toornstra. Sprint zit er niet in. Kan beter zijn. Individuele tactieken goed gebruiken. Toornstra naar Kramer. Dit moet hem worden. Score. Nee. Het is Viergever ingewisseld. Net zoals Kramer. En de 2 ingewisselde spelers, die kunnen hem helaas er niet in krijgen. En nou ja, die kunnen hem helaas niet in. Kramer kan er niet in krijgen. En Bergwijn, die deed wel goed werk daar. Pacheco met de corner op Bergwijn. Ik had het niet verwacht. Bergwijn die doet het. Hij doet het. Pacheco, de man, de talent die met het linkervoet die corner geeft. En hij doet het. Kijk nou, wat een lekker stiftje. Heel kort, eerste paal. En er staan wel 3 spelers van Bergwijn. En Karstorp zorgt ervoor dat er nog een beetje geblokt wordt. Kuitbrok in het gezicht van Tim Krul. En we zien daar een hele blije Toornstra bij de tweede paal. Die ziet hoe die bal daar het doel in vliegt. Wat een heerlijke actie van Pacheco om daar zo belangrijk te zijn voor zijn team. Want verliezen in de arena is dat heel erg pijnlijk. Maar gelijk spelen is op, ja, in deze situatie eigenlijk wel het meest haalbare geweest. We werden volledig weggespeeld. We werden weggespeeld als Feyenoord zijnde door Ajax. En dat is iets wat ons vaker overkomt in de arena. Maar we hebben laten zien dat we een ruggengraat hebben. We hebben die ruggengraat getoond. En die hebben we op een hele goede manier toegepast. En dat is dan 1-1. En hopefully, om het even in het Engels te zetten, kunnen wij in de volgende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach even wat meer controle krijgen over de wedstrijd. Want dit deed wel heel erg zeer. Nog even kijken naar de doelstelling. Op dit moment hebben we 85 over het algemeen. Als in hoe je op pad zit naar die doelstelling te halen. En ik vind het wel heel erg moeilijk om de jeugdafdeling te halen. Want zo'n speler om 10 omhoog te krijgen, bijna onmogelijk. Maar helemaal in een competitie zoals dit, waar je toch heel vaak wel de beste spelers nodig hebt. Want je merkt dat je echt achterloopt als je niet je allerbeste spelers erin zet. Ik heb heel vaak talentendagen gehad. Een paar keer aflevering ongeveer 6-7 dat je wat moeilijke wedstrijd gehad hebt tegen United. En ik tegen Zwolle deze keer. Die staan dan misschien 11e. Maar we zetten een paar talenten in. Maar dan merk je wel echt dat je heel anders speelt. En dat zullen jullie waarschijnlijk thuis ook wel merken met je eigen team. Dat het wel echt wel scheelt wat voor rating een speler heeft. Maar jongens zoals Vinovic, dat zijn de stille, de gouden spelers die in wedstrijden zoals dat dan nog steeds niet tot de toppen horen van de spelers, maar toch nog wel heel goed mee kunnen doen en echt hele beslissende doelpunten kunnen maken met de ervaring die ze hebben. En jongens zoals Gustafsson, Pacheco, Blanco, Quiroga dan ook, dat zijn dan de talenten. Nou ja, Gustafsson, is het een talent of is het inmiddels bijna al een routinier die gewoon weinig speelt? Dat is aan jullie om dat te bepalen. Ik vind het nog steeds wel een talent. Jongen. En dat zijn de jongens waar het over gaat. Başakşehir Koglu, het is een beetje een twijfelgevalletje. Ga je hem vaker opstellen of niet? Daarom kijken we nu even rustig naar de reservespelers. Normaal kijken we niet zo heel lang naar het schermpje. Maar ik vond het belangrijk deze keer dat we gewoon een beetje kijken naar welke spelers hebben we. En waar gaan we naar kijken als het seizoen op zijn einde komt? Wie gaan we wisselen? Want dat is toch wel heel erg belangrijk. Je moet toch omgaan met die spelers op een bepaalde manier. En we moeten bepalen dat spelers zoals Başakşehir Koglu niet echt tot de top behoren. En tactieken die wij gebruiken, zoals counteren tegen een team als dit, heb je wel spelers bij Psychokonen nodig, maar lijkt het alsof Toornstra toch nog veel belangrijker is. Vandaar dat ik dus even die tactiek liet zien en liet zien hoe dat gaat echt als ik het gewoon in mijn eigen tempo speel en niet de tijd maar hap erdoorheen ga. Dus hopelijk dat nog een beetje aankwam. We gaan beginnen aan de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en dan is het natuurlijk volledig aan ons als in Feyenoord, om ons eigen resultaat die we de vorige wedstrijd hebben gehaald heel goed terug te kunnen brengen naar huis toe. En dat
Dat hebben we gedaan. We hebben 1-0 gedaan en we spelen nu thuis. En we hebben nu het lot in eigen handen. En we moeten hier minimaal gelijk spelen. En anders wordt het heel erg lastig. Als wij verliezen met 1-0 wordt het verlenging. Als zij er 2 maken, ja, we hebben gezien hoe het met Ajax en Schalke ging. Dan wordt het heel erg moeilijk voor de andere partijen om het tegen te gaan. Heel mooi stiftje van de Europa League. Maestro Larsson of Vilena. Helaas is het Sommer die stopt hem. Die ook die vorige wedstrijd zo goed speelde. Nu opnieuw laat zien dat hij een topkeeper is op een hoog niveau. En of ze weer elke keer die korte uitgooien en die uittrapjes van die keeper kunnen misschien nog iets mee gaan doen. Vilena op Jurgensen. Nee, Jurgensen daar met een hele mooie paas van Vilena. Maar opnieuw Sommer. En dan is het een corner. Tornstra, dit is ingestudeerd op de training. Larsson met zijn linkervoet. Stiftje naar boven toe. Jurgensen in de lange hoek. 1-0. Feyenoord 1. En Borussia Mönchengladbach 0. En dan wordt het zo moeilijk voor hun. Want we hebben en een uitdoelpunt en een thuisdoelpunt. En ze moeten nu minimaal 2-1 winnen. Om het nog echt moeilijk te gaan maken. Alhoewel, als wij maakt niet verder niet uit. Het is niet zo dat het 5-0 of zo gaat worden. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Maar het is wel zeker voor hun heel moeilijk om nu terug te komen in deze wedstrijd. Jurgensen die is natuurlijk oprecht blij op deze lekkere ingespeelde en afgesproken manier van scoren. Hele mooie sprint van Rafael. Die laten we zien hoe het moet hoor op de brommer. En het is Jones natuurlijk de keeper in Europa League. Die overigens binnenkort gaat vragen om uitgeleend te worden. En ik wilde graag nu alvast jullie reactie daarop. Wat gaan we met hem doen? Want hij is toch nog wel laten zien dat dit heel goed kan. Larsson bijna de Europa League maestro die daar opnieuw doet. Maar ja, jullie reactie over Basaki Koglu verkopen of niet verkopen. Misschien uitlenen. Hoe zit het met Brad Jones? Dat zijn de jongens die ik alvast nu steeds meer vragen ga stellen over de transfers. En het is een doelpunt. Het is Dirmic. Als ik het goed zeg, waarschijnlijk niet. Ja, Dirmic kan ook nog. Volgens mij is het een Kroaat. Meestal hebben die dan zo'n dingetje op de C. Maar zo gewoonlijk heb ik het helemaal fout. En weten jullie veel meer over al die spelers. Maar een heel mooie beweging van die speler daar. Die ik opnieuw niet van naam kan noemen. Maar het is wel helemaal afgemaakt van Dimitri. Jones, valt zo dichtbij. Eigenlijk net even te moeilijk. Kan niet echt de schuld geven. Het is meer een verdedigende fout geweest van onze verdediging. En dan is het 1-1. Maar de vraag is natuurlijk, gaan wij dan door? Ja, wel zeker. Wij zien hier dan mijzelf dan staan. Hè? Het was een beetje koud. Het was aan het regenen. Het was avond. Maar ik heb het overleefd. Ik zit hier gewoon weer levend. Traore, niet dezelfde Traore van Ajax. Die doet een heel mooi sprintje. Legt hem voor het netje? Nee, legt hem niet. Die gaat zelf naar binnen toe. En die zorgt ervoor dat Van Aanholt inmiddels heel erg moe. Ook helemaal uitgespeeld wordt. Vilena wordt ook uitgespeeld. Hij gaat er tussendoor. Brad Jones pakt hem. En op de lat. Op de lat van Daoud. Daoud. Een naam. Op de lat van deze vent. Wat dichtbij waren ze om de 2-1 te maken. Waar ze overigens dan wel door waren gegaan. Hè? Dat was gewoon gebeurd. Dan waren zij doorgegaan en moesten wij sowieso nog een doelpunt gaan maken. En het gelijk maken in eigen huis. En dan zijn het 2 uitdoelpunten, maar dat wij die winst van de uitpartij. Jurgensen met een fantastische bal. En Sommer, wat een topkeeper. Misschien moeten we hem maar gaan kopen in plaats van Brad Jones volgend jaar. Als Brad Jones toch uitgeleend wil worden omdat hij weinig speelt. Want dat was trouwens geen oud nieuws. Want hij heeft al eerder aangegeven dat hij graag weg wil. Opnieuw een tenderende, fantastische wedstrijd. Wat anders dan overgelopen worden door Ajax. Want we hebben laten zien dat we toch nog wel wat kunnen. Ik bedank je voor het kijken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Als je het leuk vond, laat een blauw duimpje achter. Dan zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya!